Hallo allemaal, welkom op mijn channel Solo Epoxy Art. En vandaag ga ik een nieuwe techniek maken, de Cosmic Sky. Ik weet niet hoe ik het in het Nederlands moet zeggen, maar het Engels is Cosmic Sky. Ik gebruik malen van Resin Cursus van Maika. Dit zijn mooie en goede malen. Ik werk met Resin Pro van Art Pro. Ik heb de haars al gemengd en chameleon poeder aan toegevoegd van Let's Resin. Voor witte kleur gebruik ik Casting Craft met 1 druppel van groene van Amsterdam, dus acrylic ink. Dus opaak. Zie, dus dat is een mooie zachte kleur. Voor mijn donkere, ik gebruik van Liquitex een blauw kleur, dus ook acrylic ink. Dus transparant. En voor mijn purple is ook van Liquitex. Zie, is ook een transparant. En we beginnen. Ik giet mijn transparante kleur een beetje in de mold. Niet te veel, klein beetje. En gelijkmatig over de vorm verdelen. Met gelijke dikte van mijn laag. Oh, is mooi, mooi hè? Zie, die kameleonpoeder, dat blink blink. Heel schoon. Mijn kerstmisversiering moet in orde zijn. En ik giet mijn paarse kleur, mijn paarse Bordeaux kleur, langs de rand van mold. Met de dunne stroom in de cirkel, zodat de dikte over de gehele rand hetzelfde is. Voilà. Volgende jaar is het jaar van de draak. Dus daarom, ik gebruik een draak voor mijn decoratie. Een draakje. Hij is echt, echt schattig. Ik heb heel veel draakjes gemaakt. Voor prijzen, voor cadeau voor mijn vrienden en familie. En nu giet ik mijn transparante haars tegen de rand van mijn kleur. Rondom. Om de kleur te duwen. Niet te veel. Een beetje. En nu is onze volgende kleur. De donkere. De blauw. Doe hetzelfde. Giet langs de rand tegen mijn andere kleur, tegen die paarse kleur rondom.
We verwijderen alle haars van de wanden van ons bekertje. De haars kost wel centen. En we zorgen voor elke druppel. Nu hetzelfde. Ik giet mijn transparant haars tegen rand van de blauwe kleur. Gewoon voor te duwen. Duwen van mijn kleur. Niet volledige haars, klein beetje. En nu is het tijd voor onze witte haars. Het eerste wat ik doe is het kleine cirkel. Tegen rand van mijn blauw kleur. Just tegen de rand. Voilà. En nu mijn tweede cirkel. Just tussen twee kleuren. Tussen blauw en paarse. Nog één cirkeltje. Oké. En nu derde cirkel. Just bovenop van paarse kleur. Een grote cirkel. Ik heb nog wat haars over, dus besloot ik toch opnieuw toe te voegen in de midden. Een kleine spiraleke. En op andere plaatsen nog een beetje. Een kleine correctie van mijn tekening met het tandstokje. De lijntjes moeten gelijk zijn. Voilà. En onze laatste. Gewoon die transparante haars in de midden toevoegen. Voilà. Vergeet niet alles tot de laatste druppel te verzamelen.
Voor mijn midden heb ik steentjes en glitter genomen. Met een beetje haars. Om het gemakkelijker te maken. Ze in het midden te plaatsen. En voilà, ons midden is versierd. Nu zet ik de timelapse aan en kijken we hoe de haars werkt. Een kleine touch. En we zijn klaar. In mijn werkplaats is slechts 23 graden, dus niet genoeg. En ik heb het gaan gebruikt om de haars naar het midden te brengen. Hete lucht zorgt ervoor dat de haars naar het midden krimpt. En nu, hier is de volgende dag. Oh, dit is een hele mooie tekening van die kant. Oké, unmolding time. Het is interessant wat we hebben. Oef, oké. En? Voilà. Wauw, echt mooi. De kleuren, zo diep. De petals, wauw, kijk. Oh, ik vind het heel, heel mooi. Echt waar. Hier is onze Cosmic Sky. Het is een mooie techniek. Bedankt dat je op mijn kanaal bent. Kijk naar mijn video en maak het verschil. Da-da!